Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag zondag en ik wil jullie vandaag meenemen in hoe ik mijn zondag eigenlijk beleef. Het is vandaag een hele rustige, relaxe zondag. Ik ben in ieder geval net wakker. Mijn moeder heeft net even wat wasgoed gebracht. Dat zie je daar op bed liggen, dat ga ik zo even opruimen. Het eerste wat ik eigenlijk doe als ik wakker word, is ik check niet eens mijn telefoon. Ik ga uit bed, ik ga plassen en ik ga achter mijn laptop zitten om een video te uploaden. Dat heb ik net gedaan. En nu ga ik eventjes een vlog kijken van Julia. En ondertussen ga ik even lekker mijn gezicht opfrissen. Ik heb me net al gewassen. Alleen dat hoef ik toch niet te filmen, dus ik heb even gauw die jurkje aangedaan. Dus ik ga me zo ook lekker aankleden. En ik ga jullie vandaag gewoon lekker meenemen hoe ik mijn zondag beleef. Maar eerst mijn gezicht even lekker opfrissen, want de nodige make-up resten zaten er nog wel aan. Goed. Ik ben lekker aangekleed. Oh, niet omhoog, niet naar beneden. Nou jongens, ik ben lekker aangekleed. Ik heb gewoon een serieus simpele joggingsbroek aan. Super chill. Gewoon lekker met toffels. Een wit shirtje. En gewoon een zwarte sport BH. I don't care. Het is zondag vandaag. Waarvoor zou ik me helemaal op gaan doffen? In ieder geval jongens, ik ben enigszins klaar. Ik heb mijn gezicht lekker schoongemaakt. Dus dat hoef ik nu ook niet meer. Het is wel heel erg fijn. Degene dingen die ik vandaag wel op de planning had staan is proberen een extra video op te nemen om die nog even voor safe te zetten. Want al mijn andere video's, daar ben ik echt compleet doorheen. Even kijken hoor. Dit waren video ideeën, die had ik al gedaan. Die moet ik nog. Ik denk dat ik een What's in My Schoolbag ga opnemen vandaag ook eventjes. Dus dat is ook even de planning. Wat ik nu ga doen, ik ga even mijn bed opmaken en even die was opruimen. En dan kom ik weer bij jullie terug, jongens. De kamer is ook bijna leeg, dus ga ik gelijk opladen. Is ook even nodig, dus ben zo terug. Goed, het is tijd voor een heerlijk ontbijtje. Ik heb lekker gekozen voor 2 geroosterde boterhammetjes met chocoladepasta. Ik eet de hele week al zo gezond. Kom op, jongens, de zondag, dat mag wel even wat ongezonder. En ik heb lekker, in plaats van een kopje koffie, een kopje thee. En het is vanille thee, dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ik heb nog nooit geproefd of zo, van de Albert Heijn. Ik hoop dat die lekker is. Ik ga even lekker wat YouTube video's kijken en lekker mijn eten opsmikkelen. Goed, inmiddels zijn we eventjes verder. Misschien kunnen jullie deze setting herkennen van afgelopen vrijdag. Ik heb namelijk net even een video opgenomen, een What's in My Schoolbag. Alles ligt hier in één keer uitgespreid. En mijn tas die staat hier op de grond. Dus ik ben net even lekker bezig geweest. Die ga ik zo ook editen. Maar ik ben net geroepen tijdens de video, dus was even kut. En dan gaan we weer verder. Ik ga even naar beneden. Ik ga zo dit weer opruimen en dan gaan we editen. Work, work, work. En ik heb nog een heel veel dingen te doen. Ik heb een lijstje gemaakt. Ik heb nog zoveel te doen. Ik moet nog een video opnemen. Tenminste, dat heb ik net al gedaan. Wat moest ik nog meer doen? Ik moest mijn schoolkosten nog betalen. Ik moet nog geld overmaken voor een aantal schoolboeken die ik nog moet bestellen. Dus ik heb nog genoeg te doen. Dus ik zou zeggen, ik ga gauw verder. Volgens mij weer een opruimtik. Die is van alles aan het opruimen. Die zegt, ik heb nog knuffels die ik weg doe. En
weet ik het allemaal. Maar ze heeft ook een heleboel kussens van mijn oude bed. En die. Wat die nu tegelijk aan doen. Die wil ze wegdoen. En ik wil heel graag die kussens hebben. Dus die ga ik nu eventjes ophalen. Dus ik haal mijn telefoon van de lader. De video is lekker aan het renderen. Dus dat is hartstikke fijn. En ik ga even richting mijn oma. Ik neem mijn telefoon en mijn sleutels mee. En dan ga ik even die kant op om de kussens op te halen. Goed, het is inmiddels 8 minuten over 5. Ik ga even de hond eten geven, of tenminste de hond, niet de honden, want we hebben geen honden meer, we hebben nog een hond. Ik ga Cody even eten geven beneden. De video is aan het uploaden. Hij is bijna klaar, nog 38 seconden. Dan staat die video online voor vrijdag. Deze gaan jullie de zondag daarop zien natuurlijk. Bed is opgemaakt, alle kussens. Ik vind het echt super leuk staan. Een beetje een roodachtig thema. Super cute, alleen die springt er dan uit en die glitter springt er dan uit. Maar mijn tas staat op bed en dat is niet met een reden, dat is tenminste niet zonder reden. Ik ga namelijk naar mijn opa en oma toe. Mijn opa en oma hebben bakjes lasagne gehaald en daar heb ik heel erg trek in. Want hier eten we ragout en ik lust geen ragout. Dus ga ik bij mijn opa en oma eten en ik moet toch nog even wat regelen daar. Dus komt helemaal goed. Dus ik ga er eventjes heen. Ik ga daar overigens niet filmen, dus ik eindig de vlog wel hier gelijk. Ik ga eigenlijk niks meer doen. Ik ga vanavond daar eten en dan ga ik weer naar huis rond 7:30. Ga ik mijn tas inpakken voor morgen en dan ga ik slapen en morgen weer naar school toe. Dus ik zou zeggen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Doe deze video een blauw duimpje omhoog en ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!